In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Laten wij met vreugde de geboorte vieren van de Heilige Maagd Maria, want uit haar is opgegaan de Zoon van de gerechtigheid, Christus onze Heer. Van harte welkom in deze Eucharistieviering. Vandaag op het feest van Maria geboorte, 8 september. Dat is dan ook precies 9 maanden na 8 december, het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria, die in de schoot van haar moeder zonder zonde werd ontvangen, om zo de moeder te kunnen worden van de verlosser Jezus Christus. Vandaag dus de geboorte van Maria. Maar is dat zo belangrijk? Het gaat toch om Jezus, dat we zijn geboorte vieren. Dat ligt voor de hand. Maar Maria wordt niet voor niets vergeleken met de dageraad. Bij de dageraad zie je de zon nog niet. Maar de stralen van de zon breken de nacht. En zo is Maria als een straal van die zon. Ze laat ons Jezus als het ware al zien, terwijl hij er nog niet is. Zij is het door wie Jezus immers naar ons toekomt. Maria, geboren als een klein babytje, net zoals ieder mensenkind. Klein en zwak. En zo wist ze zichzelf ook. Ook toen de engel naar haar toe kwam. Ze noemt zichzelf de kleine dienstmaagd van de Heer. Maar door mensen die zich klein weten, zoals een kind, kan God binnentreden in deze wereld. Laten wij, die ons vaak zo groot maken, dan ook klein maken, nu ook. Op dit moment, als wij onze schuld belijden, opdat ook God in ons leven zijn intrede kan doen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Zeggen het om voor uw grote heerlijkheid.
Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Heer, schenk uw hemelse genade aan allen die u dienen. Laat het geboortefeest van de Heilige Maagd Maria de vrede versterken in hen voor wie haar godmaagdelijk moederschap het begin is van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord. Uit de profeet Micha. Dit zegt de Heer. Gij Bethlehem, Ephrata, het kleinste onder Judas geslachten, uit u zal geboren worden Hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot, dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden, door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan het uiteinde der aarde. Hij zal een man van vrede zijn. Zo spreekt de Heer. Amen. Dank u, God. Het refrein van de tussenzang. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Ik rekende op uw genade, Heer. Mag gij mij door uw bijstand blij van hart, dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Ik zal juichen en jubelen in de Heer. Halleluja, 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 halleluja. Alleluia. Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria, en alle lofwaardig, want uit u is geboren de zon der gerechtigheid, Christus onze Heer. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u, Christus. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is in vertaling God met ons. Woord van de Heer, wij danken God. Jozef, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Zo krijgt hij te horen en dan
wordt het geheim verteld van Jezus. Ofschoon de kerk het feest viert van Maria's geboorte, gaat het altijd om Jezus. Maria leidt niet van Jezus af. Het is Maria die juist Jezus schenkt. Want als wij de geboorte vieren van Maria, weten we, uit haar wordt Jezus geboren. Zij leidt ons naar hem toe. Zij toont Jezus aan de drie wijzen, het feest van drie koningen. Zij zegt op de bruiloft van Kana tegen de bediende: ga maar naar Jezus en doe maar wat hij u zeggen zal. En zelf gaat ze naar Jezus en spreekt over de nood die ze heeft gezien bij de bedienden die geen wijn meer hebben. Maria volgt Jezus. Ze staat bij hem, onder het kruis. Telkens weer is het Maria die als een levende richtingwijzer ons de weg wijst naar hem die wordt genoemd Jezus. Hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Dat betekent het woord Jezus letterlijk God redt. Toch is dat een naam die in het Oude Testament en ook in Jezus' tijd vaker werd gebruikt. Jozua bijvoorbeeld heeft dezelfde stam. Je zou Jozua in feite ook met Jezus kunnen vertalen. En zo gebeurt eigenlijk vaker. God redt door Jozus, Jozua, door Mozes, door zoveel profeten of koningen. God redt. Maar er wordt de naam toegevoegd. Hij is niet alleen Jezus iemand door wie God wil redden. Hij is de Immanuel, God met ons. De profeten hebben altijd verwezen naar God, gesproken in Gods naam. Maar ze waren niet God. Ze waren zich juist bewust dat ze niet God waren. Ik moet kleiner worden, hij groter, zei Johannes de Doper, die notabene de grootste wordt genoemd van hen die onder mensen geboren is. Maar Jezus is God. Het is het onvoorstelbare mysterie van Gods liefde dat God zelf mens wordt. Dat hij onder ons mensen is komen wonen. Dat hij de minste plaats onder de mens heeft ingenomen. Ja, dat hij onze zonde op zich heeft genomen en is gestorven aan het kruis. Verworpen door zijn eigen schepsels. Zo groot is Gods liefde. Maar deze God, die mens is geworden uit Jezus Christus, laat juist in Maria zien hoe hij in deze wereld wil komen. Door mensen. Want is het niet Maria die Jezus heeft gedragen, juist in al zijn kleinheid, onzichtbaar en toch geheel en al aanwezig? Zo mogen ook wij Jezus dragen. Wij mogen hem ontvangen, heel bijzonder in de communie. Bij ons dragen als in een levende monstrans, zoals Maria dat was. Om hem aan de wereld te geven. En om zelf door hem gevuld te worden en geleid, getroost en gesterkt. Want is het niet onze uiteindelijke roeping om door hem thuisgebracht te worden bij onze Vader in de hemel? Maria is ons die weg voorgegaan. Mogen zij ook onze voorspreekster zijn, opdat we eens met onze hemelse moeder thuis mogen zijn daar waar God al op ons wacht. Op voorspraak van onze hemelse moeder Maria leggen wij nu onze gebeden aan God voor. Laten we bidden voor allen die behoren tot het volk van God, de kerk, dat zij in Maria een voorbeeld mogen zien voor een waarachtig christelijk leven en dat zij in geloof, in liefde en vertrouwen aan hun leven gestalte geven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden voor allen die vervuld zijn van Gods barmhartige liefde, dat het feest van de geboorte van Maria, dat wij vieren, ons vervult van dank voor het geheim van Gods barmhartigheid, waaraan Maria vanaf haar geboorte deel heeft gehad. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij dat de versteende harten der mensen weer gevoelig worden en dat alle haat- en wraakgevoelens
overwonnen worden, dat de liefde en vergevingsgezindheid een kans krijgt en dat aan de vluchtelingen weer een veilig thuis mag worden geboden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden voor de jongeren, voor wie het schooljaar weer is begonnen, dat zij de kansen die hun worden geboden mogen benutten, dat het een fijn nieuw schooljaar mag worden en dat er zegen op hun leren mag rusten. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dit misoffer wordt opgedragen voor Nelly Meeuwissen en zoon Willy. We bidden ook voor onze persoonlijke intenties en die van elkaar. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader in de hemel, wij leggen onze gebeden aan u voor. Wil geven wat ons zalig is, dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u omwille van de geboorte van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de heilige geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen.
Zij heeft de luister van haar machtelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer. Door wie de engelen, machten en krachten eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis, indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Franciscus onze paus, Harry onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus, vrede van Christus, vrede van Christus. Dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons, Lam Gods. Dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons, Lam Gods. Dat wegneemt de zonden. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Bloed van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. De maagd zal een zoon ter wereld brengen die zijn volk zal redden uit hun zonde. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden.
Laat ons bidden. Heer, gij hebt uw kerk gesterkt door de heilige geheimen. Wij bidden u, laat uw volk zich vol blijdschap verheugen over het feest van de heilige maagd Maria, omdat haar geboorte een teken was van hoop voor heel de wereld en de dageraad van het heil, door Christus onze Heer. Na de zegen zingen we het lied Dat bloeit in Helene, pagina 1224, couplet 2 en 3. Allebei die coupletten gaan immers over de geboorte van Maria. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken u. Vandaag is de lelie zo menig verwijd, op aarde ontsproten in reine heerlijkheid. Zijt gij, o Maria, o lelie eeuwig schoon, Gods bruid en Gods dochter en moeder van Gods Zoon. Al de engelen koren begroeten hedendaard. Zij heeft hun, o wonder, een koningin gebaard. O hemelse lelie, gij zijt ons eeuwgeroemd.